Ja, ik zit. Facebook. Ja, ik heb nou al 3 keer hetzelfde gezegd. Omdat ik het heet wat doms aan het begin. Maar nu vertik ik het, nu ga ik gewoon door. Facebook, goedenavond. Welkom bij de avonturen van Giel. Leuk dat je het allemaal wil kijken. Het is een goede avond vandaag. Ik heb verrassend veel energie. Lekker gewerkt vandaag. Echt hartstikke knallen. En nou lekker zitten genieten van mijn rust. Ik ben eindelijk een beetje geland hier in de nieuwe Kiet. Voor de mensen die het niet weten, ik ben natuurlijk een maand geleden verhuisd naar het centrum van Rotterdam. En ja, dat is echt, het is heerlijk. Ik moet wel heel gewennen aan de drukte. Maar je leert je er wel voor afsluiten, heb ik gemerkt. Af en toe vind ik het steeds irritant als de buurjongens omheen die s'nachts besluiten om een party te gaan houden terwijl ik om 6 uur uit moet. Maar nou, als dat niet al te vaak gebeurt, dan let it go. En ik ben zelf ook jong geweest, dus ik weet het ook de raad. Dan zei ze het werk ook, niet zo huilen. Gewoon get with the program, bitch. Centrum. Bam. Rotterdam, baby. Maar ja, nee, dus ik ben lekker geland nou. Ik heb een nieuwe tv. Daar ben ik heel blij mee. Killian, dank maat. Ik heb van Killian even iets minder wiebelen. Ik heb een Killian gekregen, of in bruikleen. Als die van hem kapot gaat, dan moet ik deze weer inleveren. Maar ik ben er zo blij mee. Eerst moest ik natuurlijk al die computer, dat was mijn tv, dus dan had ik muziek gemaakt en moest ik dat ding uitzetten. Daar neerzetten, aansluiten en dan weer tv kijken. En op een gegeven moment dan hadden we daar niet eens meer door. Misschien heb ik het in de laatste vlog ook al gezegd, maar... Doe ik het gewoon nog even voor de zekerheid. Op een gegeven moment heb ik het niet eens meer door. Maar toch, het is toch een handeling. En nu kan ik gewoon het ding aanzetten. Weet je wel. Ploep. Bam. Sportjournaal. Yeah, bitches. Zo lekker. En op het werk is het ook echt... ben ik lekker bezig de laatste tijd. Iedereen trouwens op het werk. Weet je wel, ik heb echt mijn draai gevonden. Ik leer steeds meer wat de functie inhoudt, wat ik daarin kan betekenen, waar ik energie van krijg. En dat is voornamelijk coachen. Mensen helpen zichzelf te ontwikkelen, ondersteunen, bewust maken, hard zijn, eerlijk zijn, maar ook, ja, hoe zeg je dat? Warm, lief, wanneer het nodig is, om die ander maar zichzelf te helpen ontplooien. Want uiteindelijk moet natuurlijk, ontwikkeling kan nooit een ander voor jou doen. Je moet het altijd zelf doen. Je hebt altijd katalysator nodig en je moet er voor openstaan. En die katalysator, die ben jij dan als coach, denk ik. En die kan de ander helpen. Om ook voor open te staan. Maar uiteindelijk moet die ander het zelf doen. Maar vind ik echt een ontzettend interessante wereld. En ik zat er vanmiddag nog over na te denken dat... Eigenlijk ben ik er al mijn hele leven mee bezig. Ik heb altijd al een voorliefde gehad om het beste uit de mens te halen. Uit anderen. En ook uit mezelf. En ja, ik ben, wat dat betreft ben ik echt met mijn neus in de boot gevallen. En ik wil er echt veel meer mee bezig gaan zijn in de toekomst. Ik weet nog niet precies hoe het vorm gaat krijgen. Weet je wel, mijn contract loopt binnenkort bij dit werk af. Dus dan zal ik weer ergens anders aan de gang moeten gaan. En ik zal toch centjes moeten verdienen. Dat blijft niet zozeer primair, maar zeker wel belangrijk. In de zin van ik ben bij mijn neus in de boot gevallen. Ik ben heel blij dat ik weer kennis heb gemaakt met... Dat ik dit zo leuk vind om te doen. En zeker op dit punt in mijn leven. Weet je wel. Je wordt toch ouder. En dan dingen gaan er heel anders uitzien. Ik ben natuurlijk heel lang met die muziek bezig geweest. En ik merk dat dat gewoon langzaam. Steeds meer naar de achtergrond verschuift. Ik heb helemaal niet de behoefte om.
op een heel groot podium te staan of heel veel cd's te verkopen of daar is het voor mij niet. Ik vind het gewoon heel heerlijk om de hele dag te werken en dan s'avonds thuis te komen even een gitaarpartijtje in te spelen. Of even een lekker liedje te schrijven over hetgeen wat ik heb meegemaakt. Dus dat houdt elkaar een beetje in balans. Dat is voor mij echt de. Voor nu vind ik dat echt heerlijk. Dus ja, hele interessante ontwikkelingen. Dus ja, ik denk dat dat mijn stukje wijsheid wordt voor de dag. Dat ik op een interessant punt sta. En echt 100% ervan geniet. En dat ik maar een bofkop ben, in die zin. Naar wat ik allemaal heb, weet je wel. Lieve ouders. Allebei een goede gezondheid. Voor alle drie. Familie. Net nog heel lang. Ik heb net nog een half uur met mijn zus gebeld. Die is. Die heeft een vorm van autisme en die gaat naar Australië. Dus ik zat al met haar te lachen. Supergoed idee. Maar die had daar helemaal uitgepland. En dat wordt echt super vet. En die komt volgende week langs. Dan gaan we foto's maken voor de nieuwe plaat van Giel. Van mij dus. 12 liedjes wordt het. 12 covers. Dus dat wordt leuk. Toen maken we een mooie broer- en zusdagje ervan. En even verder gaan wat ik net al zei. Weet je wel, leuke vrienden. Ik woon in een supermooie stad. Rotterdam, baby. En ja, laten we daar even bij houden. Heb je vragen, opmerkingen, net wat over hetgeen wat ik net allemaal heb gezegd? Let me know in de comments. Laat een berichtje achter. Kunt u abonneren op YouTube dan? Facebook kent dat niet. Moet je even op abonneren klikken daar ook. En kent ook op dat belletje drukken, dan krijg je een berichtje als ik weer een vlog online knal. Voor nu wil ik het hierbij laten. Ik ga nog even lekker een wandeling maken door een van de mooiste steden van Nederland. En ik wens jullie nog een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken. Allee.